De provincie Flevoland heeft onder grote druk besloten om de wilde paarden, edelherten en runderen in de Oostvaardersplassen tijdelijk bij te voeren. Tot grote blijdschap van Britt Dekker, die zich op sociale media had uitgelaten over het onnodige in haar ogen dierenleed. Ze kwam in actie en regelde zelfs 3000 hooibalen om de grote gazers bij te voeren. Als we alle dieren te eten geven, kunnen we daarna gaan zoeken naar een lange termijn oplossing. Ja. Dus dat is die 3000 hooibalen. Zijn het er echt 3000, Britt? Heb je die echt bij elkaar verzameld? Ja, want op een gegeven moment dacht ik, waarvoor zijn al die boeren nou zo van? We willen. Op een gegeven moment dacht ik van, oh jee, het loopt uit de hand. Het zijn ineens 100 boeren die met trekkers en bulldozers dat gebied. Het werd een beetje, die willen helpen? Nou, het werd bijna Game of Thrones. En toen dacht ik van, ja, ik wil geen Game of Thrones actie, want ik wil gewoon de dieren helpen. Mm-hmm. Maar toen dacht ik, waarvoor zijn die boeren nou zo ineens zo actief, weet je? Want die hebben ook, ja, ik kan natuurlijk een aantal hooibalen zelf betalen van mijn spaargeld, maar ja, niet 8000 dieren voeren. Nee. Nou, die boeren zeiden dus toen tegen mij van, ja, weet je, wij hebben allemaal regeltjes waarvoor we supergoed met onze dieren moeten omgaan. Vinden ze ook goed, dat is de basis, goed voor je dieren zijn. Maar ja, zo gaat de overheid met hun dieren om. Ze hebben een soort van experiment, dat is de Oostvaardse plassen. Die dieren leven, ja, binnen de hekken, omheind. En ze zeggen, ja, het is eigenlijk een soort van natuurtje spelen, maar als ik die drie argumenten hoor om het te doen, om bij te voeren, dan zit daar niet bij om het dierenleed te voorkomen. Ja, nou, het dierenleed wordt op dit moment voorkomen door bij te voeren. Begrijp ik, maar dat is niet intrinsiek uw motivatie geweest om bij te voeren. Nee, want dat komt omdat er een heleboel visjes zijn op de manier waarop dat zou moeten gebeuren. En dit is natuurlijk niet een discussie van gisteren of vandaag. Hè. Hier, ja, maar je hebt wel een puntje. Jaren inderdaad over gesproken. Daarvoor dacht ik ook, ik moet zelf mijn voer regelen. Want ik belde eerst mijn paardenleverancier. Maar dat voer zit veel te veel eiwitten, veel te veel energie. En deze dieren, ze hebben zo lang niks te eten gekregen. Het is zeg maar zo lang zo ver gekomen tot nu wel wat gebeurt. Is, ja, weet je, een uitgemergelijk jongetje in Afrika kan je ook geen bord stampen tot een duifje geven en helemaal laten opeten. En deze dieren gaan het helemaal opeten. Dus je moet heel erg goed kijken wat voor voer moeten ze nu zeg maar hebben. En ja, daarvoor dacht ik van, oké, okay, weet je, ik kan in mijn eentje, weet je, ga ik een jaar niet op vakantie en dan kan ik al die dieren sowieso tot nu, tot de lente redden. Alleen vanaf daar moet je wel kijken, ja, wat nu. Want kijk, wat ze ook met schapen doen, als ze heel veel lammetjes willen, ze halen ze van het kale hooi af, ze doen ze op echt heel vet gras, al die eieren gaan in die lichamen en dan, ja, dan kunnen ze heel snel lammetjes maken. En ja, daarvoor wil je nu niet dat ze ook heel veel goed voer krijgen, ik denk dat zich je voorplanten en nog meer. Precies, dus daar zijn jullie het over eens in principe. Daar moeten absoluut niet meer dieren bij op deze oppervlakte. Dat willen we niet. En dan hopen we de komende maanden als provincie beslissingen te kunnen nemen. Zodat wij niet hier op basis jaar hiervan. Maar u bent exact ook heel erg slim. Wat zou u als oplossing nemen dan? Nou, of ik heel erg slim ben, dat weet ik niet hoor. Maar ik denk dat op dit moment mijn slimheid er niet zoveel toe doet. Maar ik wil vooral dat de mensen die er verstand van hebben, en dan niet één opvatting, maar allemaal, dat die meetellen in. Ja, tuurlijk. Maar u heeft al echt, zeg maar, uw persoonlijke mening, ben ik wel benieuwd. Mijn persoonlijke mening, die heb ik niet. Want ik ben verantwoordelijk. Ik ben verantwoordelijk voor een goede oplossing. Maar iedereen heeft toch die een draagvlak mening? Heeft. Ja, natuurlijk. Soms wordt hij verscholen achter een politieke functie, dat hij niet naar buiten mag komen. Wellicht is dat aan de orde. Maar ik zou ook eigenlijk, Ik bedoel het niet negatief, maar omdat u natuurlijk boven de partijen moet staan. Zeker. En wat van belang is dat er naar echte deskundigen wordt geluisterd. Ja, tuurlijk. Want die mogen uiteindelijk beslissen. Maar zeg maar, wat u met uw vrouw bespreekt, dat ben ik wel benieuwd naar. Oh, heerlijk. Maar alles wat u met uw vrouw bespreekt, u komt daar. U bent hier geweest en dat u dan zeg maar zegt, dit is zeg maar mijn oplossing. Want gewoon eventjes om de oplossing op tafel te gooien. Ik heb ook mijn oplossingen. Eva is ook een dierenvriend. Weet je, ja. Ik heb natuurlijk, voor mij is het net zo goed emotioneel als voor de anderen. Ik kom met een zekere regelmaat in dat gebied. Ik zie die beesten. En ik heeft voel u ze me onlangs nog gezien? Ik heb ze onlangs. Ja. Nee, ik ben er vanmiddag nog geweest. Okay. En ik voel me daar natuurlijk erg bij betrokken.